Het komt de stoomboot uit. Ja, je ziet het goed. Sinterklaas hier op Studio 040. Nou, nee, ja, dat is natuurlijk niet de echte, maar die komt er wel aan. En wij gaan zo meteen met hem praten hier op Studio 040. Alle vragen die we altijd al wilden weten, die kunnen we aan hem stellen. En ja, kijk eens even. De Zwarte Pieten, die zijn er ook al. En ik zie Sinterklaas ook aankomen. Jong en zo. Allemaal zo'n mooie meid erop, hè? Sinterklaas, hartelijk welkom. Ik neem u gauw mee naar binnen. Alsjeblieft. Want dan gaan we met u praten. Hartstikke fijn dat u er bent. Graag, ik kom graag hier naartoe. Dat weet u wel, hè? Komt u mee? Ja. Nou, we zijn allemaal hier in de winkel gaan zitten, zodat we rustig met Sinterklaas kunnen gaan praten. Ja, Sinterklaas, welkom. Dankjewel, Michiel. En ja, het is natuurlijk alsmaar heel erg koud. Heeft u dat er nou echt wel allemaal voor over om hier uw verjaardag te komen vieren? Oh, ja, zeker wel. Ik vind het iedere keer weer prettig om hier te zijn. Het was vandaag wel een klein beetje mistig en we hadden wat moeite om de weg te vinden. Maar ik vind het niet zo erg hoor, want ik vind het veel te leuk om hier bij al die kinderen te mogen zijn. Ik heb even een vraag. Die kinderen die heb ik toen straks al horen zingen. Maar weet je wat ik nou het allermooiste liedje vind van allemaal? En dan wil ik even dat Anouk bij mij komt. Kom eens even Anouk. Want Anouk die is vandaag jarig. En Sinterklaas die is binnenkort ook jarig. En dan vind ik het zo leuk als de kinderen zingen, lang zal ze leven. Kunnen we dat even doen? Ja? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep, hoera! Piep, hoera! En hoeveel jaartjes word jij nou, Anouk? Vijf. Vijf jaartjes. Wat fijn, hè? En jij zult vandaag ook wel extra cadeautjes krijgen, denk ik, hè? Ja. Nou, hartstikke mooi, hè? Ga maar weer lekker zitten, Anouk. En Sinterklaas, ja? Met pakjesavond, ja? Dan moet u natuurlijk bij heel veel families alle cadeautjes brengen. Hoe doet u dat nou altijd bij zoveel adressen langs gaan? Nou, dat is niet zo moeilijk, want als je op de televisie kijkt, dan ziet u dat ik een heleboel pieten heb meegebracht. En deze twee, die hadden nou eventjes tijd. Maar die pieten, die helpen mij altijd. En die brengen eigenlijk de meeste pakjes. Want zelf kan ik natuurlijk niet overal zijn, hè. Nou zijn er heel veel pieten die dat heel goed kunnen. En die klimmen dan op de daken en die weten precies waar ze de cadeautjes moeten brengen. Hoe komt u eigenlijk aan zoveel zwarte pieten? Ja, hoe kom ik eigenlijk aan zoveel zwarte pieten? Die hebben allemaal de pietenschool gedaan. En dan moeten ze een examen doen. En dan moet ik nog zeker weten dat die pieten niet zeeziek kunnen worden. Want die moeten wel een hele reis maken met de stoomboot. En dan worden ze zwarte piet. En er zijn er heel veel. En hoeveel, ja, dat weten we eigenlijk niet. Hè? Nee. Zou het nou voor u niet veel makkelijker zijn als u alle cadeautjes overdag zou brengen bij de mensen? Nee, beste Michiel, dat is een beetje dom, hè. Want dat kan helemaal niet. Dan is het veel te druk op straat en dan zien de mensen ons op het dak lopen en dan schrikken ze misschien. Dus dat doen we niet. En daarnaast, overdag, is een beetje raar. Want de kindertjes die gaan dan naar bed toe. En die hebben hun verlanglijstje klaargezet. En dan kan ik de cadeautjes brengen. Dat is niet zo'n slim idee. Overdag heb ik het ook veel te druk. Dan moet ik interviews geven zoals hier. Nee, dat doen we liever 's nachts. Nou gaat u natuurlijk, als de kinderen hun schoen hebben gezet, gaan de pieten altijd door de schoorsteen de cadeautjes brengen. Zou dat niet veel makkelijker zijn door de voordeur? Ja, soms wel. Er zijn ook huizen die geen schoorsteen hebben. Maar dan moet ik wel heel zeker weten dat de kinderen thuis zijn. Want anders zetten we cadeautjes bij de voordeur neer en dan is er niemand. Dat zou jammer zijn als iemand anders die cadeautjes mee gaat nemen. Hè. Dat kan natuurlijk niet. Hè. En als we ze voor de deur neerzetten, dan bonzen de pieten heel hard op de deur. Hè, Piet?
ja, dan bonzen de pieten heel hard op de deur en dan weten de kinderen dat er misschien wel cadeautjes zijn. En over de cadeautjes gesproken eigenlijk, hoe weten we nou altijd zo goed welk kind welk cadeautje wil hebben? Dat is een beetje een domme vraag. Hè. Hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik dat nou? Dat weet jij wel, hè, Rosie? Mm-hmm. Hoe komt Verlanglijstje. Dat? Verlanglijstje. Zo gemakkelijk is het, hè. Want jullie schrijven een verlanglijstje. En de pieten die halen die verlanglijstjes op. Daar komen ze mee naar het grote pakhuis toe. En dan gaan wij de cadeautjes uitzoeken. En die worden dan netjes klaargezet. En dan krijgen de kinderen hun cadeautje. Ik vond het een domme vraag. Jij ook, Daan? Ja, hè? Ja. Nou is het natuurlijk allemaal feest vanwege uw verjaardag. Ja. Ja. Dan moet u toch eigenlijk ook cadeautjes krijgen? Ik krijg ook een heleboel cadeautjes. Oh, ik krijg zoveel cadeautjes. Ik krijg hele mooie tekeningen. Ik krijg ook wel eens ooit in sommige schoenen ligt wel eens een sigaar. Maar Sinterklaas rookt al lang niet meer. En het paard van Sinterklaas, die krijgt lekkere wortels. Ik krijg allerlei cadeautjes. En al die tekeningen, die neem ik mee. Jij hebt ook een mooie tekening gemaakt, hè, Hendrik. Ja. Ja, want bewaart u al die tekeningen dan ook in Spanje? Ja, ik heb in Spanje een heel groot kasteel. En in dat kasteel is een hele mooie grote kamer. En elk jaar hangen de pieten in die kamer die tekeningen op. En met een moeilijk woord, dat lijkt wel een soort museum. En Sinterklaas, ja? U gaat natuurlijk straks ook weer terug naar Spanje. Ja. Zou het eigenlijk niet veel makkelijker zijn als je gewoon altijd in Nederland zou blijven? Nee, dat doen we niet. Ik zeg altijd tegen mijn pieten, wij gaan op vakantie in Nederland. En dan gaan we 3 weken op vakantie in Nederland. En dan moeten we weer terug. Want in Spanje heb ik mijn grote huis staan. Dat moet weer gepoetst worden. Dan moeten de konijntjes weer eten krijgen. Want Sinterklaas heeft daar hele mooie konijntjes. En het paard wil weer graag terug. En die wil daar in de bergen een beetje galopperen weer. Het is niet zo'n goed idee om hier te blijven. Nee, want dan zou het altijd wel feest zijn eigenlijk, hè. Dat waren natuurlijk mijn vragen, maar de kinderen hebben ook allemaal vragen. Ja, ook allemaal vragen. Ja. Rosie, misschien wil jij eerst een vraag stellen. Mm-hmm. Hoe oud ben je, Sinterklaas? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Maar dat is ook een hele moeilijke vraag. Ik weet het niet meer hoe oud ik ben. Ik ben al zo dikwijls jarig geweest dat ik vergeet te tellen. En er is er één Piet, die zou ik moeten weten, en dat is onze telpiet. Maar ja, onze telpiet probeert ook elk jaar weer de zwarte pieten te tellen. En dat lukt hem ook niet. Dus hij weet ook niet meer hoeveel jaar ik ben. Maar ik ben wel heel erg oud. Toen jouw papa en mama klein waren, toen kwam ik al naar Nederland en toen was ik ook al oud. Dus ik ben heel erg oud. Ja. En de volgende vraag die is van Hendrik. Waarom jij een staf heeft? Waarom ik een staf heb? Als je het hei schapen ziet en er is een herder bij, dat is iemand die de schapen bewaakt, die heeft een hele grote stok en dat is eigenlijk een staf. En die stok die heeft hij nodig om de schapen bij elkaar te houden, om over de schapen te waken. En zo heeft Sinterklaas een staf om over de kinderen te waken. Dat is eigenlijk de reden waarom ik een staf heb. En wie er ook nog een vraag heeft, dat is Daan. Ik wil voor als Sinterklaas jarig is, verticht en kindercomputer. Een kindercomputer? Heb jij dat op jouw verlanglijstje gezet, Daan? Ja. Ja? Alles die ik wil. Ja, alles wat jij wil, hè. En jij kunt ook heel goed knutselen, hè, Daan? Ja. Ja, want wat had jij laatst geknutseld? Iets van de herfst, hè? Ja. En wat zat daar allemaal in, Daan? Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer. Nee, geeft niks hoor, Daan. Nou. We hebben nog allemaal hele interessante vragen. Jens had ook nog een vraag, hè. Wat wou jij aan Sinterklaas vragen? Nou. Hoeveel pepernoten breng jij elke dag? Piet, hoeveel pepernoten brengen wij elke dag? Dat zijn zakken vol pepernoten.
maar we kunnen ze natuurlijk niet tellen. We hebben heel veel zakken pepernoten. En we hebben op onze stoomboot is een aparte ruimte, een aparte kamer, waar alleen maar pepernoten worden opgeslagen. Want die mogen niet te droog worden, want dan zijn ze niet lekker meer. Hè? En er is ook een notenbakker Piet. En die bakt elke dag verse pepernoten. Maar we zijn er verschrikkelijk veel. Echt heel veel, Jens. Ja, hartstikke goed. Een hele interessante vraag had ook Bes gesteld. Zeg het maar, Bes. Waar heeft u het nieuwe boek gekocht? Bes, het boek. Kijk eens wat een mooi boek ik heb. Dat is een mooi boek, hè? Ja. En kom eens kijken, Bes. Kom eens kijken. Kijk, daar staat helemaal volgeschreven. Helemaal volgeschreven. En dat boek, dat koop ik in Spanje. Daar is een hele mooie winkel. Daar verkopen ze alleen maar Sinterklaas en Zwarte Pieten spullen. En daar heb ik dat boek gekocht. Maar het is wel een mooi boek, hè? Ja. Ja. En hier schrijf ik alles in van de kinderen. Alles staat erin. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Nou, we gaan even weer zitten. En een hele goede vraag was er ook van Dario. Wat wou jij weten van Sinterklaas? Dat ging over de baard van Sinterklaas, hè? Ja. Ik weet het niet meer. Ben je het vergeten? Wat wou jij vragen? Je had iets over mijn baard wat je wilde vragen, hè? Ja, want daar hoorde ik, dat de Piet gehoord en jij dat tegen de meneer zei op school. Ik wil wel eens weten of Sinterklaas zijn baard kamt. En dat doet hij elke dag, hoor. En 's morgens dan gaat Sinterklaas onder de douche. En dan schud ik mijn haar en mijn baard een beetje uit. En dan komt er een borstel en dan ga ik hem heel mooi kammen, want anders zit hij niet mooi. En Sinterklaas met een vieze baard, dat kan natuurlijk niet, hè, Dario. Nee, dat is een beetje lastig. Nou, ze hebben heel veel interessante vragen aan Sinterklaas kunnen stellen. Ja. Is er iets wat we echt nog moeten weten van Sinterklaas? Ik denk dat we allemaal willen weten of we dit jaar weer mooie cadeautjes krijgen van Sinterklaas. Dat is altijd een verrassing. Dat is een verrassing, hè. Ja. Nou, volgens mij moeten we maar een heel mooi afscheidslied voor Sinterklaas gaan zingen. Ik heb nog een vraag. Ik wil volgende keer mijn schoen zetten. Ja, dat moet je zeker doen, je schoen zetten, hè. Dank u wel, Sinterklaas. Het waren allemaal interessante vragen en hele goede antwoorden om dat nou allemaal eens een keer te weten. Heel fijn dat u bij ons was vandaag, Sinterklaas. Dank u wel.